tiende minuut van de wedstrijd in het Krasstadion. Dit is NEC in de aanval. Dit is mooie controle van Joep van der Sluis. Maar hij schiet die bal op de lat namens de Nijmegenaren. Eerst een goede kans in de wedstrijd. En dan opnieuw NEC. Tafsan. En weer een tikkie van Brian Plat van Volendam. Krijgt Tafsan die bal gelukkig terug. En maakt hij het openingsdoelpunt in de wedstrijd. En is Nordin Bakker, keeper van Volendam, gepasseerd. Opnieuw Tafsan. Met aan de linkerkant El Karouani. Deze voorzet uitstekend. En wat staat hij daar verschrikkelijk vrij. Rangelo Yanga. En heel droog kopt hij die bal binnen. En zet hij NEC op een 2-0 voorsprong. Niemand bij zich. Prima in de hoek gekopt. Weer is Bakker kansloos. Dan de kans voor Volendam. Marco Tol die op de lat kopt onder het toeziend oog van Joey Veerman van Heerenveen. In de tweede helft de voorzet van Merkin. Die is uitstekend. En een harde kopbal van Kaars. Maar de redding van Norbert Alblas. Dan gaan we de extra tijd in. 93ste minuut. Volendam met invaller El Kadiri. Dan een enorme scrimmage. En wordt die bal binnengetikt uiteindelijk door Martijn Kaars. Het aansluitingsdoelpunt van Volendam. Maar er is nog maar zo weinig tijd. 4 minuten extra. En die laatste minuut loopt. De uittrap van Nordin Bakker is niet zo best. NEC kan een aanval gaan opzetten. Die bal gaat naar de rechterkant, naar invaller Anton Faze. En zijn voorzet is op maat voor Rangelo Yanga. Die zijn tweede van de wedstrijd maakt. En NEC de 3-1 overwinning bezorgt op bezoek bij FC Volendam.